Hi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van deze keer is het, net als vaker, op reis met Robin. Welkom bij een nieuwe reis, we gaan weer lekker ver reizen. Nee, we reizen nooit. Deal with it, we reizen nooit, we gaan nooit reizen. Het is meer een droom die gewoon nooit uitkomt. De droom van het reizen naar exotische woonoorden of... en dergelijke. Zulke dingen. Ja. Oké. Maar wat ik vandaag ga doen. Is ik ga wel spelen. En we gaan werken aan deze farm. Ik wil hierachter een klein farmpje. Iets heel simpels. Wat eigenlijk weinig voorstelt. Maar wat wel een farm is. Snap je? Ja. Als je het niet snapt. Dan is dat heel erg jammer. Maar ik ga het even goed wel doen. Doe je niks tegen, jongen. Zo. Dit doe ik dan. Oké. De bedoeling is dat ik dus een soort van grens maak hier zo. Bloep, 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 bloep. En dat we dan hier tussen de dirt gaan doen en dan ook dingen, zaadjes gaan neerplanten. En dan kunnen we hier zo ook lopen om naar deze plek te gaan. Ja. Dit kan ook mooi worden. Ja, dan gewoon een pad er doorheen of zo, weet ik veel. Dat zien we nog allemaal wel. Eerst moeten we eventjes het dingen neerleggen ook. Het dirt, gras, dingetjes. Dat lukt allemaal wel, als we het hebben. Wacht hoor, eventjes kijken of we genoeg hebben. Oh ja hoor, dat lukt. Met gemak jongens. Zo. Ja, ik heb weer lekker tv gekeken. Ik heb natuurlijk een RTL XL premium account. Dus ik kan kijken wat ik wil, als het erop staat. Dat is wel vet. En het is maar 4 euro per maand. Dus dat is echt... Het valt allemaal reuze mee voor wat je dan allemaal kunt zien. Maar dat heb ik dus gedaan. En... ik heb dus ook naar televisiering gekeken. En de winnaar was Syndroom. Je kon stemmen op Expeditie Robinson. Vind ik een heel leuk programma. Street Lab. Vind ik heel leuk. En Syndroom kende ik nog niet zo heel goed. Het was wel al een jaartje of 2, 3 op tv. Maar ik kende het nog niet zo goed. Dus daar vond ik eigenlijk niks van. Dus uiteindelijk won dat. Ik dacht, ja, misschien wordt het toch eens tijd dat ik dat dan ga kijken. Gelukkig is het ook op RTL 4, dus dan kan ik het kijken zonder reclames. Lang leven, premium. Maar goed. Dat heb ik dus gedaan en daar heb ik een paar afleveringen van gezien. Het is best wel mooi. Ik moet zeggen dat de mensen die ik het leukst vind... En dan zal ik eerst even beschrijven wat Syndroom nou is. Het is een programma van Johnny de Mol, waarin die verstandelijk gehandicapt of verstandelijk mindere mensen gaat helpen hun droom waar te maken. En dat is best wel leuk om te zien altijd. Dus dat. En, maar ik vind het altijd het leukst om te zien als er van die autistische mensen. En dan kun je zo, zielig. Maar ik bedoel, mooist ofzo. Want ja, zo, die personen vind ik zelf het leukst. En je kunt het leuk vinden van, haha, ziet er echt dom uit. Maar je kunt het ook leuk vinden en mooi om naar te kijken en zo. Of jezelf het meest in herkennen, zoiets. Maar die vind ik dus dan het mooist. Of het leukste om naar te kijken. Je hebt ook mensen met syndroom van Down, die komen een aantal keren aan bod. Maar ook zeker autistische mensen, die dan wat zwaarder autistisch zijn hoor. Je hebt autisme van mensen, maar dat ze daar eigenlijk niet zoveel last van hebben. Je hebt misschien een beetje last in met contact met andere mensen. Dat had ik... toen ik 9 was best wel. Maar dat is overgroeid. Gelukkig. Ik maak nu echt het leukste contact met de meest vreemde personen. Heel vaak. Dus dat is wel leuk. Maar goed. Dus bijvoorbeeld gewoon een lekker praatje maken op straat of zoiets. Dat is gewoon leuk. Maar vroeger zou ik dat dus helemaal niet gekund hebben. Maar zulke mensen vind ik dan toch wel het leukst om te zien in dat programma. Ik weet niet, het lijkt mij ook wel leuk, bedacht ik toen, om zelf zo'n begeleider te worden die dan van zulke mensen helpt. Dat lijkt me best wel leuk. Gewoon, ja, ik weet niet, het lijkt me dat... Ik zie voor me dat ik er best goed mee overweg kan. Maar dat weet je natuurlijk nooit, want ik ben er weinig mee in aanraking gekomen in mijn leven ofzo. Dus, dat is ook wel jammer. Ook wel goed, want dat betekent dat er niet zo heel veel mensen zijn die dan zo daarmee geboren zijn. Maar toch.
Maar wat ik zei, je hebt dus twee vormen autisten. Autisme, je hebt echt gewoon zwaar. En dat is dan dat je misschien het verstand hebt van iemand van 10 of zo. Dat, zo noemen ze dat ook wel eens. Of zo beschrijven ze dat ook wel eens. Maar ik bedoelde wel, van, hoe noem je dat? Ja, gewoon. Je hebt ook, zeg maar, mensen. En daar had ik het dan niet over. Van die mensen die. Ja, waarschijnlijk. Er zal vast wel iemand zijn die dit kijkt. En die ook autisme heeft. Die denkt van, hé, leuk dat hij over me praat. Shout-out. Of zo, weet ik veel. Maar dat is dan, ja, een beetje soms is dat heel erg vervelend. En je hebt het soms druk in je hoofd. Zulke dingetjes zullen vast wel nog meer vormen zijn. Maar dat zijn meestal de vormen die het minst zwaar zijn. Denk ik. Of juist het zwaarst, omdat je er zelf nog wel heel erg bewust bent. En ik wacht. Want ik denk dat mensen die dan echt zwaar zijn. En dan niet zwaar, maar zwaar. Ik denk dat die zijn meestal wel heel gelukkig. Merk ik vaak. Kunnen we wateremmertjes bij tools? Ja. Oké, ik ga eerst even slapen. Dan ga ik ook. Oh god, nee. Kloten. Oké. Ik ga eventjes water pakken, slapen. En dan gaan we aan dat ding werken. Misschien ook eventjes ergens een waterput maken. Ziel. Soep. Eventjes twee emmertjes water halen. Ja. Deze trap, jongen, is gigantisch. Best wel heel groot. Enorm. Nou, ook weer niet. Maar hij is wel heel groot. Dat moet je even eerlijk toegeven. Ga jij ook eens eventjes dood? Dankjewel. Oké, waar kan een waterput? Laten we een mooie plek verzinnen. En dat is... ja, hier zo kunnen we wel een mooi hokje maken. Dat is ook 4x4 dan. Zo dit erin. Dan maken we de bodem maken we van cobblestone. Zo. Ja, en natuurlijk net als... Maar dat denk ik dat ik dat al eens heb verteld. Maar goed. Gewoon ooit een programma presenteren. Een leuk programma. Lijkt me toch gewoon wel leuk om te doen. Oh, wacht. We moeten even rekening houden hier zo. Met hoe het er vanaf hier zo uitziet. Want dit moet dan natuurlijk wel een beetje realistischer eruit zien. Kijk, dit is al beter, hè? Zo. Ja. Hier ook. En hier. Dat zijn die kleine dingetjes die het verbeteren. Hier zo kan het ook wel. Ja. Zo hier zo ook. Ja. Nou, kan hier ook dit. Hier zo ook. Mooi hoor. Lekker hoor. En dan alleen nog deze voor in het midden. Zo. Ja. Dat ziet er wel leuk uit, toch? Als we dan ook nog een mooi lichtjes kunnen neerzetten hier. Ja, dit wordt hem hoor. Dit is een mooie. Houden we erin. Hier kunnen we ook nog wel iets leuks maken om naar beneden te gaan, maar dat hoeft nu nog niet echt. Denk ik. Komt allemaal later wel, toch? Als het nodig is. Hier zo. Nog eentje. Maar dat is voor eventjes, want dat is niet zo mooi dat het daar zo staat. Ik zet nog eventjes mijn video settings hier, de brightness wat lager. Voor de sfeer, hè? Oh, wacht, ik ging slapen. Vergeten. Straks is het alweer dag. Even naar boven. Hé, hey, hij is weer zichtbaar, hoor. Wat zullen we erin doen? We hebben nog geen boek, dus... Dan ook maar niks erin doen, zeker? Hè? Ja. Een mooi uitzicht. We hebben hier ook een mooi uitzicht. Ik vind het wel een mooie plek eigenlijk. Mooi design waar we mee aan het bouwen zijn. Zo'n beetje zulke muren opbouwend. Het is niet zo strak, zeg maar. Je kunt zo'n rechte muur bouwen, maar je kunt ook een beetje zo vloeiend. Maar dat is ook heel moeilijk om te doen, hoor. Zo mooi vloeiend laten overlopen op elkaar. Dat is heel lastig. Oké, we kunnen denk ik gaan schoffelen. Wacht, waar moet dan het pad? Of komt er... Ja, we stouwen het gewoon vol, oké? Wacht eens. Moet er dan niet ook... iets onder? Bijvoorbeeld hier zo. Moet dan...
Ja, kijk. Hieronder moet dan ook nog van dit. Anders is dat natuurlijk niet af, hè. Dan heb je zo'n bruin randje. Ziet er ook niet uit. Chill. Die. En die. Lekker hoor. Nog een paar details ergens. Is allemaal goed. Kijk, daar heb ik het over. Die doen we nu wel. En dan die toorts terug. Dit gaat allemaal goed. Ja, dan deze nog. Dat wil ik gewoon eventjes gedaan hebben hoor. Voordat we dit echt een farm maken. Zo. Ziet er ook weer wat realistischer uit. Oh, kut, sorry. Graag. Ik schrok eventjes. Graag. Hij had wel moeite om naar boven te komen. Dat is dan wel weer leuk om te zien. Hij moet wel een beetje zijn best doen om ons te laten schrikken, hè? Als dat zijn doel was. Dan heeft hij het ook bereikt. Oh ja, we moeten nog natuurlijk water toevoegen. Oké, waar doen we dat? 1, 2, 3, 4. Oké. Oh, dit is allemaal natuurlijk al gehydrate. Dus het gaat 4 bij 4. Vierkanten op. Dus dit wordt ook gehydrate. 4 bij 4. 1, 2, 3. Tot hier zo. Ja, dan zet ik er hier zo eentje onder. Wacht er. Hier doe ik water. En dan wordt dit ook gehydrate. Dat wordt, ja, dat is gewoon zo. Ik zit nog te denken, misschien is er iets om dit wat minder open te maken of zo. Ik had... Piemoes. Ik heb piemoes. Zo, dit gaat dan naar 4. 1, 2, 3, 4. Oké, dat wordt gehydrate. Wordt dit ook toch... Ja, oké, hieronder nog eentje, denk ik. Ja. Nou, weer dirt. En weer opvullen. Waar nog dan? Want er moet er nog eentje. Oh, jezus. Ja. Hier moet ook nog polished andesite. Oh, op school was grappig. Ik heb nog een leuk verhaal. Dus, etenspauze op school. Kun je er iets bij voorstellen? Middelbare school dan, hè? Grote aula. Heel veel mensen, lawaai. Mart, of ja, ik zal eigenlijk geen namen noemen. Dat is ook nu zo handig om te zeggen, hè. Maar Mart, die zat met zijn flesje op tafel te tikken. Ach ja, waarom zou ik er niet over vertellen? Ze kijken er toch niet. Mart, die zat met zijn flesje op tafel te tikken. En de conciërge kwam eraan en die zei, hey, wil je daar alsjeblieft eens mee ophouden? Oké. Het was echt gewoon helemaal niet irritant of... Helemaal niet luidruchtig vergeleken met hoeveel de geluid er in zo'n aula wordt gemaakt. Maar goed, hij moest stoppen. En dat deed hij dus ook. Daarop volgde dat Daan zei... Wow, dat is ook wel dom. Waarom zou je dat niet mogen doen? Gewoon zo. En toen tikte hij ook zo met zijn tafel op tafel. Zo tik, tik, tik. En toen kwam diezelfde conciërge weer en zei hij... Ja, zeg, wilt er iemand hier... Of hij praatte, die zijn een beetje onduidelijk. Dus het was iets van... Ja, wil er iemand hier met de tafel naar buiten? Of zoiets was het ongeveer. En toen zei Daan, met heel de tafel of... Nee, één iemand gewoon. Maar ik hou het nu bij een waarschuwing. Oké, dus daar bleef het bij, dachten we. Toen dacht ik van, oké, ik heb wel zin in meer. Want dit slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou je dat niet mogen doen? Dus toen ging ik tikken met mijn flesje op tafel. En toen kwam hij eraan. En hij deed niks bij mij. Hij pakte Rick, pakte die... Of ja, nee, eruit. Hij pikte Rick eruit. Hij koos Rick, zeg maar. En Rick moest mee met hem. Ging hij naar de gang. En moest Rick zijn jas aandoen en naar buiten. Oké. Dus wij gingen achterna. Wij dachten, ja, leuk, gezellig, wij gaan wel mee. En dus Rick ging zijn jas aan doen en wij zei van, ja Rick, je gaat toch niet je jas aan doen, je denkt toch niet dat je echt naar buiten moet? Ik dacht gewoon uit de aula. En toen zei hij, ja oké, dus dit is zijn jas weer uit. En toen kwam de conciërge en zei,
Nee, jacht naar buiten, dat is de bedoeling. Oh, oké. Okay. Dus Rick die ging naar buiten, want hij spreekt niet echt tegen. En dus Mart en ik en Daan gingen mee. Dus terwijl we naar buiten liepen, liep de conciërge ook een stukje mee. En Daan die zei, sinds wanneer is dat dan zo? Want ik heb al een aantal keer het reglement moeten overschrijven. Ik heb nog nooit gezien dat dat een regel was dat je niet mee het flesje op tafel mocht tikken. En toen zei hij, ja, dat is onnodig geluidsoverlast. En toen zei Daan, ja, maar waarom mogen ze er wel allemaal praten? Dat is dan toch ook onnodig geluidsoverlast? Waarop de conciërge zei, vraag maar eens aan de politie wat je na 10 uur 's avonds niet meer mag doen. Met de comeback van Daan. Ten eerste, het is niet na 10 uur 's avonds. En u bent ook geen politie. Dus dit klopt niet echt, hè? En toen had hij niks meer te zeggen en liep hij naar binnen. Dus toen stonden we daar buiten. Met een overwinnaars trofee in onze handen. Nee hoor. Het is zo leuk als je in een discussie gewoon 100% gelijk hebt. En de andere probeert zich gewoon nog eruit te lullen met de meest onnodige smoesjes en zo. Dat slaat zo nergens op. Maar het is wel grappig. Maar dat gebeurde dus. Ja. Was wel een leuk avontuurtje. Was wel lachen eigenlijk. Dus ging we naar binnen. En toen zei het niks meer. Ja. Dat was genius wel. Nee, maar waarom zou je dat niet mogen doen? Gewoon eventjes mee. Maar het was ook iets van 5 keer dat hij op de tafel tikte. En het was niet echt tikken ook. Het was meer een soort van huppelen. Zo van rechts. Ja, dat kun je niet echt beschrijven. Maar het klonk zo. Dat was het enige wat hij deed. Voor de rest niks. En ik weet niet hoe irritant dat klinkt via zo'n microfoon die op de tafel staat. Maar toch niet zo heel irritant, hoop ik. En dat mag dan blijkbaar niet. Ja. Of hij vond het zelf irritant en dan gaat hij opeens regeltjes verzinnen. Van, je moet naar buiten van mij, want je doet dat en ik vind dat zelf niet leuk, want ik ben gestoord of zo. Letterlijk. Dat was een beetje dom. Goed. Hier de cave in. Wat wil ik hier vinden? Ik zit naar zaadjes te zoeken. Waarom ga ik dan deze cave in? Cave in. Iemand heet Kevin en die denkt, oh, hij zegt bijna mijn naam. Leuk. Kevin. Oké. Okay. Dag, ik ben Kevin. Hoi. Is ook wel. Ja, Kevin is geen domme naam. Maar gewoon Kevin. Als ik een vriend zou hebben en die heette Kevin, dan zou ik echt gewoon de hele tijd hem Kevin noemen. Gewoon om te kloten. Dus als iemand Kevin heet en die denkt van, oh jee, mijn vriend mag dit niet horen. Zeg dat dan even, dan zet ik de video op privé. Kevin. Oh, fuck. Ik heb vandaag mijn belletje niet gepakt voor mijn netelroos. En ik begin dingen te voelen. Ja, shit, hey. Maar goed, we zijn ook al bijna 20 minuten bezig. Dus ik ga de aflevering afsluiten. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan alsjeblieft een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. En ik zeg tegen jullie, net als anders, tot de volgende keer. Het was weer gezellig. Leuk hoor. Hey, joejoe. Oh ja, wel stop drukken.